gefeliciteerd met Suzanne. Dankjewel. Hoe heb je die race ervaren zelf? Ja, ik hoop dat ik er een beetje stralend uitzie, want ik ben natuurlijk zo super trots, dat kun je niet voorstellen. Ja, heel spannend ervaren. Je weet dat ze goed is, je weet dat ze voor de medaille gaat. Dat heb ik al eens eerder geloof ik losgelaten op losse veter, toch? Dat ze, ja, dat hadden we van behoren, maar ik schat zo'n beetje. Nou, te verwachten dat die Bobozel, die toch ook al een junior titel heeft en ook al een keer onder 23 gewonnen heeft, dat die wel de wedstrijd had gaan maken. Nou, dat deed ze niet. Er ging een Turkse weg, die wij ook niet kenden. Ze had even afgewacht één rondje en toen is ze erachteraan gegaan. En toen die Turkse instortte, ja, toen zat ze al meteen alleen een kop. En toen moest je nog 2 volle rondes, met 3 kilometer moest je het alleen allemaal doen. Met wat Engelsen in de nek. En eerst had ze 12 seconden voorsprong en toen 10 en toen 6. En maar ja, tot aan 6 is ze niet gekomen. En, maar met 6 was het toch wel even spannend nog weer. En wat doet het dan als je daar inderdaad een winnende over die finish gaat? Ja, dan gaan er eerst een paar draadjes zo heel netjes zo. En dan denk ik, nou shit, die meid die ken ik al niet al lang. En dan, ja, dit is echt super goed. En dan komt het volkslied en dan ben ik stil. Hoeveel jaar werk je dan met haar samen? Ja, ik heb ze al opgepikt, toen was ze 11. En ze is nu 22, dus al 11 jaar. Is dat wat je voor ogen had in die samenwerking? Nou ja, helemaal in het begin natuurlijk niet, maar ja, ze kon hard lopen, dat wisten we al snel. Maar ja, de ontwikkeling is toch in ieder geval eigenlijk beter gegaan dan dat je had durven dromen. Ja. Het is het mooiste moment dat je met een atleet uit je carrière hebt gehad? Of is het blijkbaar met iets anders? Ook? Ja, nee, dit is denk ik wel het mooiste wat we hebben. Ja. Dat is, we zijn wel gelukkig. Is het niet het enige moment. Ik heb meerdere mooie momenten mee mogen maken als trainer in de sport. Maar dit is ook wel super. Zo merk ik jezelf van begin af aan eigenlijk tegen haar gezegd. Jij moet hardlopen, want dat kan je goed. En dat is gebleken.